Ik ben gevraagd om iets te vertellen over nutrient timing. En nutrient timing heeft alles te maken met wat we wanneer eten. Vaak denken we na over wat moeten we eigenlijk eten en hoe moeten we dat klaarmaken. Maar het is ook van belang om erover na te denken wanneer ga je eten. En een aantal jaar geleden is het concept van nutrient timing ontstaan. En dat bestaat uit drie fasen. Een energiefase, een anabole fase en een groeifase. En wat ik wil doen is met jullie doorlopen wat die verschillende fasen precies inhouden en waar je rekening mee moet houden. Belangrijk is het dat die energiefase, die anabole fase en die groeifase concept zijn van je totale doen en laten. Dus dat betekent dat je basisvoeding wel in orde moet zijn. Dus dat betekent dat je dit niet zomaar kunt inzetten als je op een bepaald moment van de dag bedenkt, nu moet er groei plaatsvinden. Nee, het moet een totaal concept zijn. En daarbinnen past die energiefase, die anabole fase en die groeifase. In de energiefase gaat het er met name om dat we energie gaan vrijmaken. Dat is dus de fase tijdens de training. En dan is het van belang dat er voldoende energie aanwezig is om de inspanning te ondersteunen. Nou is het zo dat tijdens korte intensieve inspanningen je voornamelijk op je creatinefosfaatsysteem leunt. Maar daarnaast is het zo, als je maar lang genoeg traint, dat je ook je koolhydraatvoorraad zal aanspreken. Tijdens de energiefase moet je energie vrijmaken. Dat doet het lichaam op basis van de brandstoffen die wij aan het lichaam met onze voeding geven. Dat betekent dat de laatste maaltijd voor de inspanning zo'n 2 à 3 uur van tevoren genuttigd moet zijn. Dat geeft het lichaam de kans om de vertering te starten en ervoor te zorgen dat straks tijdens inspanning het zuurstofrijke bloed ook volledig naar de spieren toe kan. Als je intensief inspant, kan het nuttig zijn om extra koolhydraten tijdens inspanning te nemen. En dan moet je denken aan ongeveer 15 tot 30 gram per uur. Daarnaast dient de hoeveelheid eiwitten in de basisvoeding voldoende te zijn. En die basisvoeding, en dat gaat dus om eiwit over de hele dag, die basisvoeding, het eiwit daarvan, is ongeveer 1,5 tot 2 gram per kilogram lichaamsgewicht over de hele dag. Tijdens die energiefase kun je die koolhydraten gebruiken om met name die dominante spiervezels die misschien al hun koolhydraatvoorraad kwijt zijn omdat ze elke keer meedoen in de acties die je maakt, reloaden. En daarmee kun je ervoor zorgen dat je extra effort haalt uit je inspanning. Na de energiefase komt de anabole fase. En de anabole fase is de eerste 45 minuten na inspanning. Tijdens deze eerste 45 minuten zul je met name moeten richten op het aanvullen van vocht, koolhydraten en eiwitten. Voorheen keek men met name naar vocht en koolhydraten. En de laatste jaren heeft men ook meer richtlijnen ontwikkeld voor de hoeveelheid eiwit. Vocht zou je kunnen zeggen, wat moet je aanvullen? Is dat wat je hebt verloren? En als je het helemaal netjes doet, dan moet je eigenlijk 150% van het verlies nemen. En dat kun je heel makkelijk meten door voor de inspanning en na de inspanning op de weegschaal te gaan. 150% van het verlies. Waarom? Omdat na inspanning begint ook de urineproductie weer volledig op gang te komen. En niet alles komt op de juiste plek terecht. Het mooie is dat als je het in de vorm van vocht geeft, dat je ook vocht kan geven wat bijvoorbeeld koolhydraten of eiwitten bevat. Dus daar is helemaal geen probleem mee. Hoeveel koolhydraten zou je dan moeten nemen? 1,2 gram per kilogram in de eerste 45 minuten is een heel mooi getal. Is dat te hoog omdat je heel zwaar of heel groot bent, dan zou je dat ook kunnen verspreiden in de eerste 2 uur. Maar daar moet het liggen. Moet dat dan in de vorm van een shake
of in de vorm van basisvoeding. Het mag eigenlijk allebei. Alleen ik begon mijn verhaal met dat hiervoor die basisvoeding in orde moet zijn. En je moet oppassen dat je niet zoveel shakes in die anabole fase stopt, dat daarmee je basisvoeding uit balans getrokken wordt. 1,2 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht dus. En dan uiteindelijk ook nog een bepaalde hoeveelheid eiwitten. En eiwit is net iets anders dan dat koolhydraatgehalte, omdat daar eigenlijk een absoluut getal geldt. En wetenschappers zijn het erover eens dat je zo'n 20 gram eiwit in het totaal na een trainingsfase kunt gebruiken om de spieren weer te reconditioneren. Dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk is dat een moeilijk woord voor de combinatie van herstel en van groei. 20 gram eiwit. En wat voor soort eiwit? Nou, wei-eiwit lijkt het beste te zijn, lijkt de beste resultaten te geven, met name vanwege het hoge gehalte aan leucine erin. Maar ook andere eiwitten kunnen. Ga je bijvoorbeeld kijken naar melkeiwit, daarvan is 20% is wei-eiwit en 80% is caseïne-eiwit. Als je maar genoeg neemt, dan kom je heel dicht in de buurt van het getal van die 20 gram eiwit. Nou, moet dat met een shake of met een gewone basismaaltijd? Eigenlijk maakt dat niet zoveel uit, zolang je maar binnen die 45 minuten gaat zitten. Na die anabole fase, dan begint de groeifase. En die groeifase kan aanhouden tot zo'n 36 uur. Dat betekent dat na jouw training, met gebruikmakend van die anabole fase, je tot 36 uur je lichaam aan de slag gaat om zichzelf te herconditioneren. En met behulp van die groeifase kun je dus beter worden, sterker worden, you name it. Belangrijk is dat in die groeifase er ook tijd is voor rust. Je kunt niet altijd trainen en de boog kan niet altijd gespannen staan. En wat ook van belang is, dat de timing van de andere maaltijden op die dag ook goed in orde zijn. Je kunt je voorstellen, op het moment dat je eet, komen daarbij verschillende hormonen vrij. En dat zijn met name de anabole hormonen, de opbouwende hormonen. Op het moment dat je zegt van ik heb hier me heel netjes aan die anabole fase gehouden en ik heb daar mijn energie ingenomen en de rest van de dag doe ik er maar niks meer aan of ik eet heel weinig, dan zal de groeifase ook minder efficiënt zijn. Dus dat betekent dat mijn advies is om in die groeifase ook te proberen elke 2 tot 3 uur in ieder geval iets van een kleine maaltijd te gebruiken. En in die kleine maaltijd kan dus een kleine hoeveelheid eiwit zitten, zo'n 15 tot 20 gram, en een basishoeveelheid aan koolhydraten. Al met al is mijn conclusie dat, wetend dat er binnen nutrient timing mogelijkheden zijn, dat je rekening moet houden met de fase voor het trainen, dat je gebruik kunt maken van die anabole fase en dat je in die anabole fase middelen aan kunt reiken zodat het lichaam zichzelf zo goed mogelijk kan reconditioneren en dat vervolgens in de groeifase dat je ervoor kunt zorgen dat het lichaam ook optimaal blijft groeien door ook je basisvoeding goed in orde te houden.